Wat maakt Rome zo bijzonder? Volgens mij gewoon een openluchtmuseum. Het is zoveel historie hier en zo'n mooie stad. Voor ons als spelers is het gewoon lastig om rustig in het centrum te lopen. Dat is eigenlijk niet van gekomen, maar als speler van Rome is dat gewoon heel lastig. Eigenlijk na 2 maanden nadat we hier kwamen, zei ik al tegen mijn vriendin van na mijn carrière dat ik eigenlijk niet in Nederland wil wonen, gewoon liefst in Italië. Gewoon het leven, hoe zie je leven en hoe de mensen zijn. En ook qua weer is het natuurlijk top, qua eten is het top. En dat speelt ook wel een hele belangrijke rol. Het verkeer in Italië, ja. Nou, ik moet zeggen, als Nederlander heb je denk ik een kleine 2 weken, 3 weken nodig om te wennen aan het Italiaanse verkeer. Niemand houdt zich aan de regels. Na een tijdje dan ga je ook zo rijden en dan ben je zeg maar ingeburgerd. Italianen zijn heel emotioneel en dat merk je zeker in het voetbal met de supporters. En eigenlijk in het noorden valt het mee, dan lijkt het meer gewoon Europees. En hoe zuidelijker je komt, dan lijkt het eigenlijk meer op Zuid-Amerikaans. Hoe ze voetbal beleven, hoe ze alles beleven met emoties en het gaat heel de week door. Als je wint dan heb je een topweek en als je verliest dan is het wat lastiger.